Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe gezouten mening. Wowzers. Sorry, ik ben een klein beetje zelfbewust. Ik kom toevallig ook net van de kapper af. Dat is een van de dingen die ik iedere keer ver voor me uitschuif. Omdat ik vind het verschrikkelijk om naar de kapper te gaan. Ik hou er gewoon nooit zo van om het dan te hebben over wat doe je voor werk? Hoe ziet je persoonlijk leven eruit? Heb je nog een SOA-test gedaan? Dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk, ik wil het gewoon puur hebben over hoeveel centimeter? En natuurlijk ook de belangrijke vraag, wil je koffie? Want natuurlijk wil ik koffie. Er is namelijk niks lekkerder dan een verse bak koffie krijgen. Amper één slok van kunnen nemen omdat die eigenlijk nog te heet is. Om vervolgens daarna gedurende de hele knipbeurt wanhopig te kijken naar de cappuccino die steeds verder inzakt. Een tijdje geleden heb ik er een soort van sport van gemaakt om iedere keer als ik daar kom vol te houden dat ik een andere baan doe. Zo heb ik al eens een keertje volgehouden dat ik eigenaar ben van een lumpia kraam. Ik heb een keer volgehouden dat ik een eigenaar ben van een yoga studio. Toen de dame in kwestie vroeg, maar wat voor yoga geef je dan eigenlijk? Nou, toen had ik zo'n enorme blackout dat ik zei Kenzie yoga. Maar dat bleek een appel te zijn. Jaren geleden ook een keer volgehouden dat ik dolfijnentrainer was bij Dolfinarium. En dat was een beetje slechte timing, want ik had het helemaal niet meegekregen. Maar net 3 dagen daarvoor was Dolfinarium slecht in het nieuws gekomen, omdat ze daar blijkbaar dolfijnen ongepast aanraken. Hoe doe je dat dan überhaupt bij een dolfijn? Is dat dan zo van... En vandaag bij de kapper had ik een nieuw iemand die daar bij de kapsalon werkte. Dat was een meisje uit Oekraïne. Dus ik maakte nog een soort van de speelse opmerking van... Ik ben van de inspectie, hè? Dus als je het slecht knipt, dan stuur je weer gewoon terug. Dus je kan zien, ze heeft heimwee. En dan meteen maar even naar de gefrituurde olifant in de kamer, als het ware. Ik ben er echt heel erg lang uit geweest. Denk zo'n half jaar geen video gepost. En dat heb ik al eens eerder gedaan in de geschiedenis van het kanaal Gezouten Mening. Alleen toen keek er nog geen hond. Dus dat maakt ook niet uit. Alleen nu op mijn Instagram pagina Frietkoning. Frietkoning heet ik daar. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me daar volgt. Talloze reacties gekregen van mensen die zeggen, waar blijft die nieuwe video? Mensen die dan zeiden van, hey, idool. Wanneer komt er nou een nieuwe video? En dat is sowieso veel te veel credit voor mij. Maar ik ben heel blij dat ik blijkbaar gemist werd. Dan ook meteen even de vraag beantwoorden van waarom ben je zo lang weg geweest? En het was misschien een beetje een serieus onderwerp. Ik ben verslaafd geweest aan de verhulstjes. Oh, ik heb hier wel één iets te eten. Wat? Een vegan proteïne kokanibal. Een vegan proteïnebar. Dat is de enige bar waar ik nooit naartoe zal gaan. Wat heb ik nog meer gedaan in de tussentijd? Ik heb afgelopen zomer een zomerhit gescoord. Doe mij een salsetje en espresso martini. En doe mij ook maar een lekkere 0.0. En voor de rest natuurlijk ook heel druk bezig geweest met... Nou goed. Ik ben er weer. Vandaag in Gezouten Mening ga ik je kennis laten maken met iets dat niet per se nieuw is, maar wel een burger is waarvan ik denk, die kent niemand, die neemt niemand en dat is eigenlijk dood en doodzonde. Sorry trouwens voor de enorm foute clickbait in de thumbnail en in de titel. Dat ga ik niet vaker doen, maar ik dacht, ja, na 6 maanden terugkeren moet ik dat toch wel in ieder geval iets van een klein beetje... Dus het is niet dat de volgende video ook weer zo van... Deze natte bami-hap lijkt op een bekende Nederlander, maar wie is het? Je ziet, en bovendien heeft dat helemaal geen zin, want dan heb je toch meteen door dat het om Jack Ploy gaat. En er is iets nieuws bij de KFC, namelijk de Hot & Spicy Boneless Meal. Een van de dingen die ik het allerlekkerst vind, maar zo moeilijk vind om te eten tijdens het rijden, dat zijn de hot wings. Dat is onmogelijk. Sterker nog, ik heb een kleine reconstructie van hoe dit ooit echt grandioos mis is gegaan. Zo, lekker, lekker hot wingetje eten. Ah. Wat is nou een item op de Nederlandse fastfoodkaarten of bij de snackbar waarvan jij denkt, dat neem ik altijd en niemand neemt het? Dit zouden meer mensen moeten weten. Laat het achter in de reacties onder deze video. Goedemiddag, welkom bij KFC. Mag ik u bestellen? Hi, goeiedag. Jullie hadden ook nog de hot spicy boneless, toch? Die hebben we nu niet meer. Oh, die is weg? Ja, yeah. Die actie is verlopen. Ah, shit. Dan wilde ik graag de zingerstekker.
Los of menu? Los met een grote 7-Up. Een losse zingerstekker met een grote 7-Up. En dat was hem. Hoort dan €14,80 als ja, dankjewel. Als het u. Het kanaal is ingehaald door de actualiteit. Nou ja, goed. Er zijn dus geen opties meer voor heel makkelijk pittig fingerfood eten in de auto tijdens het rijden. Dan maar weer een auto in een ravijn rijden. En de rest van de bestelling. Ja. Geweldig, dankjewel. Ja. Ja, lekker. Soms heb je ook bij het horen van de stem meteen een idee van hoe iemand eruit ziet. En het klopte bij deze jongen exact. Zag echt uit als een koning. Oké, daar zijn we dan. De geweldige KFC. Weet je trouwens, ik heb ooit op een boot naar Finland gezeten. En er was, op die boot was er een Finse karaoke. En dat was alleen maar Finse hip-hop. Zeg maar de Finse brainpower. Om het nog even extra cool te laten klinken. En die Finse hip-hop werd geweldig gedaan door een man in een stoel. En die leek exact op Colonel Sanders. Dames en heren, dit is de zinger Double Stacker. Hij komt in een joekel van een doosje. Ta-ta-ta. Deze burger is als volgt. Broodje, broodje. Op elkaar gestapeld twee zingerfilets. De pittige kipfilets die je ook op de zingerburger krijgt. Waar de bovenste chili saus heeft, krijgt de onderste de extreem pittige supercharger saus. Kijk die. Oh fuck. Ja, die. Oh! Hey, die ballonnen! Waar gaan we hem op beoordelen? Is die een beetje makkelijk te eten? Natuurlijk de smaak. En hoeveel servetjes zal ik nodig hebben om in de eerste paar happen mijn voorhoofd te moeten deppen? Het is een beetje een absurdistische burger. Daarom duurt het ook zo lang bij de drive. Omdat volgens mij niet zo heel veel mensen deze bestellen. Maar hij valt wel geweldig in de lijn van wat KFC eerder heeft gedaan met de legendarische Double Down Burger. KFC. Zinger. Double Stacker. De beste burger van Nederland die nog niemand kent. Eerste hap. Meteen tweede erbij. Kijk, het geheim van deze zingerstacker is dat je een hap neemt waarbij je zowel de bovenkant, dus de chili saus te pakken krijgt, als de supercharger saus aan de onderkant. En daar moet je dus best wel een stevige hap voor nemen. Oké, ik was nu bij hap 4 en ik merk dat ik niet eens echt mijn voorhoofd hoef te deppen, maar mijn wenkbrauwen en mijn snor. Dus ik weet niet hoe dat biologisch allemaal werkt. Gezouten mening, KFC zingerstekker burger. Een, ja, toch wel gewoon echt een 9,1. Hij is onmogelijk te eten, al helemaal rijdend. Zou ik het niet eens aandurven. Ik denk dat ze hem het allerbeste gewoon in zo'n papiertje kunnen doen. Wat bijvoorbeeld ook in Amerika doen ze dat bij In-N-Out Burger. Waardoor je hem een soort hapt, maar alle juice die aan de onderkant eruit lekt, blijft in het papiertje. Ik heb hem ook ooit wel eens een keertje gezien met bacon volgens mij. Dat werd me dit keer niet voorgesteld. En ik moet zeggen dat de kaas, ik heb hem nog nooit met kaas gehad. Normaal bestel ik hem altijd zonder kaas. En ik moet zeggen, het voelt niet veel toe. Beter dan. Sowieso iedere andere burger in Nederland waar dingen in gestapeld worden. Was het nou de Double Maestro Burger of zo ooit had bij de McDonald's en dan was het volledig zoek. Soms willen ze ook wel eens een extra grote variant maken van bijvoorbeeld de Double Quarter Pounder. Was ook iedere verhouding was zoek. Dit is misschien wel de beste stapelburger van Nederland. Niet beter dan, ja, dan ga ik toch weer voor de klassieker. De KFC Hot Wings. Dit was hem dan. Een gloednieuwe gezouten mening. Kon na al die tijd ook alleen nog maar tegenvallen. En dat deed ik waarschijnlijk ook. Laat weten wat je ervan vond in de reacties. Welke burger, wat ik al eerder zei, welk broodje of welk menu-item neem jij altijd? Maar van je zegt van ja, dat neemt niemand. Waarom doet niemand dat? Waarom weet niemand hiervan? Laat het achter. En als er nog iets is waarvan je zegt, joh, dan moet je echt recenseren. Laat het ook daar achter. In diezelfde reacties hieronder. Het zout is op. Op zouten.